ongelooflijke combinaties. Maar wel allebei op een 8-jarig paard. Dus of die de ervaring hebben om hier Michael van der Vleuten van de koppositie te stoten. Dat zal lastig worden. Wat een ronde van Michael van der Vleuten aan de leiding. 39-92. Nog twee te gaan. Icoon VDL, Angus Coffee PR. Twee 8-jarige talenten. Die hopelijk de komende jaren voor de Nederlandse springsport nog mooie dingen mogen gaan doen. Dit is de 8-jarige Emerald Zoon. Met Glenn Knoester, Iris Coffee PR van Emerald en Indoctro. Uit de fokkerij van Petra Klapdoor op Hatsman. Tevens de trotse eigenaren van deze Iris Coffee. Hier zijn eerste 1,50 springt. Deze 8-jarige hengst. Die hier met Glenn Knoester voorlangs gaat. Ja, ja. Vecht erdoor. De ruiter uit Assendelft geeft zich zomaar niet gewonnen. Richting de laatste hindernis. Iris Coffee en Glenn Knoester. Ze gaan ervoor. 39-92. Die tijd halen ze net niet. Maar wat een ronde. 41-22. Iris Coffee. Gestreden met het mes tussen de tanden. Zoals we van Glenn Knoester gewend zijn. Pas 8 jaar oud deze Iris Coffee. En hier in 41-22 op dit moment. Een vijfde plaats met nog één combinatie te gaan.